Deze unit met anti-slip tegels, een wastafel en een spiegel, en met name de spiegel, is hier apart omdat je geen plancet plaatst. Je plaatst de spiegel van vlak boven de wastafel tot aan bijvoorbeeld 2 meter, zodat een kind erin kan kijken, iemand in een rolstoel en ook een lang persoon. De hendelmengkraan is altijd handig natuurlijk om met één hand de kraan te bedienen. De wastafel is aanzitbaar. Het is vrij dun, dus je kunt er met de rolstoel makkelijk onder. Het is zelfs zo dat er in 2 gedeeltes water in kan. Dat je zelfs hier nog je tandpasta en je tandenborstel neerzet. Of je zet dat hier neer. Hieronder hebben we anti-slip tegels. Deze zijn te verkrijgen in verschillende afmetingen. Deze zijn anti-slip gemaakt. De waarde van anti-slip voor een badkamer moet je toch wel uitgaan van een R10 of een R11. Minder dan is de tegel te glad en meer dan is die veel te stroef. Die gebruik je in slachthuizen bijvoorbeeld. In deze unit laten we de opstelling zien bij een douche. Kies voor een lange en stevige douchestang die ook gebruikt kan worden als beugel. Zet de thermostaatkraan altijd naast de douchekop en de glijstang. Dan word je tenminste zelf niet nat en het eerste water is tenslotte toch altijd koud. Een douchezitje kun je plaatsen, natuurlijk als je problemen hebt om lang te gaan staan onder de douche. Maar ik zou ook zeggen van mevrouw, als u de benen wilt scheren is het ook makkelijk dat je even gaat zitten. Een anti-slip tegel. In een andere unit hebben we laten zien dat daar anti-slip tegels zijn die in een fabriek anti-slip zijn gemaakt. Als je een badkamer hebt die je mooi vindt, alleen de tegel is veel te glad, dan kun je hem laten behandelen. En dat ervaar je meteen, deze is glad en deze is echt veel stroever. De kwaliteit wordt niet aangetast, de kleur wordt niet aangetast en toch is de tegel anti-slip. Wandbeugels, zoals je ziet, zijn er in verschillende kleuren en afmetingen te verkrijgen. En door middel van het plaatsen van een elektrisch hoog-laag aanrecht is het aanrechtblad in hoogte te verstellen. Als het aanrecht omhoog gaat, is het natuurlijk wel zeer van belang dat die goed is afgesteld, dat de kraan niet klem komt te zitten onder het bovenkastje. Ook hier weer een hendelmengkraan voor het makkelijk bedienen. Kies in de keukensituatie voor een hoge uitloop, zodat je dus makkelijk een pan eronder kunt zetten. Deze is ook wel adequaat, maar die plaatsen we eerder op een wastafel als in een keuken. Maar het kan natuurlijk wel. Evenals het hoog-laag systeem van het ondergedeelte is er ook een systeem dat de bovenkastjes in hoogte meegaan. Onafhankelijk van elkaar of tegelijkertijd dat het hele aanrecht omhoog en omlaag gaat. Deze unit is van belang dat je die zo opstelt dat je aan 4 zijden er omheen kunt. Omdat alle 4 de zijden iets te vertellen hebben. Aan deze kant de automatische deuropener. Als je een situatie hebt waarin een deurdranger erop zit die weerstand geeft, dan is het heel makkelijk dat je die vervangt door een automaat. Zodat de deur automatisch open en dicht gaat. De tijd dat de deur open blijft staan is instelbaar. En blijft zo nog redelijk open. Aan de binnenkant de deurspion, waarin je kunt zien wie er aan de buitenkant voor de deur staat. Dus niet alleen een kleine spiekoog, maar een verzoenlijk oppervlak zie je. Hier zien we de brievenbus. Als de post er doorgeworpen wordt, dan valt die aan de binnenkant niet op de grond, maar hij wordt opgevangen in een postopvangbak. De deur die gaat weer dicht. Hier laten we een omgebogen deurkruk zien. Ideaal, omdat je dus niet met de mouw achter de kruk blijft haken. Onder zien we een situatie met een drempelaanpassing. Als het niveauverschil bij de voordeur hoog is, nou hoger dan dit bijvoorbeeld, dan kun je ophogen tot onderkant dorpel. Is dit niveauverschil nog te hoog, dan kun je ervoor kiezen om de dorpel te verwijderen, te vervangen door een hardstenen of kunststof dorpel. De deur kun je verlengen, want anders is de opening natuurlijk veel te groot. Als je hem vervangen hebt door die hardstenen dorpel, dan is ook het niveauverschil van binnen naar buiten is nagenoeg weg. De klik die je nu hoort is het elektrische slot. Dus je bent er altijd van verzekerd dat als de deur op deze manier dichtgaat en je hebt gekozen voor een elektrisch slot, dat de deur ook is afgesloten, conform politiekeurmerk veilig wonen. Aan deze zijde, ja, hij zit hier aan de buitenkant, maar natuurlijk zit hij aan de binnenkant. Alleen als we hem in deze situatie aan de binnenkant hadden geplaatst, dan is hij natuurlijk niet te zien. Aan de binnenzijde kun je dus je voordeur afsluiten middels deze deurvergrendeling.
Hier laten we zien dat er een senioren- of comfortslot is. Het frappante van deze is dat de sleutelgat boven de deurkruk zit. Dus veel makkelijker te openen is. Hieronder laten we een situatie zien wanneer je in huis de stofdorpel wilt verwijderen. Je komt er met je rollator of je rolstoel moeilijk overheen. Je kunt er een schechtstuk voor maken of je haalt hem weg en je vervangt het door of een kunststofstrip of een aluminiumstrip. Je ziet wel dat deze breder is dan deze, zodat de vloerbedekking ook meteen wordt teruggedrukt en niet op kan rollen met weer kans op valpartijen. Aan deze zijde het domotica paneel, waarin we laten zien dat de gordijnen automatisch open en dicht kunnen gaan. Vanuit je luie stoel bedien je de gordijnen. Als je te maken hebt met een bovenraampje wat moeilijk te openen is, dan kun je dat aansluiten op een automaatje. Op batterijen werkt dit raampje. Het gaat niet snel, maar het gaat zeker wel open. In dit paneel laten we zien dat als je de woning verlaat en je hebt bijvoorbeeld de badkamerverlichting aan, in de woonkamer is verlichting aan, in de hobbykamer is de verlichting aan. Deze knoppen die zijn de normale schakelaars, die kun je dus vervangen door op afstand bedienbare schakelaars. Er zijn twee systemen, het kan draadloos en het kan bedraad. Als je de woning verlaat, één druk op de knop en je weet zeker dat alle verlichting uit is. Ook je koffiezetapparaat als je dat aangesloten hebt op het aardig. De koelkast natuurlijk niet, want anders is alles kapot. Of je gaat naar bed en de verlichting gaat uit. Een thermostaat voor de centrale verwarming, programmeerbaar, een minuutje, zodat die precies in te stellen is wanneer de verwarming aangaat of uitgaat. De klokthermostaat is ook te vervangen door dit apparaat wat precies in te stellen is wanneer je de verwarming aan en uit hebt. De opstelling van het toilet. Als je kiest voor een hangend toilet, zorg er in ieder geval voor dat de zithoogte voldoende is. Zeker als je problemen krijgt met rug, heup of knieën is het iets hoger zitten makkelijker. Een ideale zithoogte is zo tussen de 46 en 50 centimeter. Dit toilet is bijzonder omdat er geen spoelrand is. Het water komt vanuit hier en dit is veel makkelijker schoon te maken dan de toiletten waar een spoelrand zit. Als je toch steun wilt hebben bij het toilet, dan is er een mogelijkheid dat je de beugels op de pot plaatst in plaats van aan de muur. Voorwaarde is wel dat dit, je moet A, tussenpassen en B, niet zwaarder zijn dan 90 kilo, wat anders is dat toch veel te zwaar voor dit materiaal. Ze zijn makkelijk verhuisbaar, je hoeft geen gaten te boren in de tegels. Ze zijn onafhankelijk van elkaar opklapbaar, dus diegene die geen gebruik hoeft te maken van de beugels, die klapt ze gewoon op.